Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben nog steeds mijn comics aan het checken die ik laatst in Gouda heb gekocht. Ik pak gewoon elke dag een stapeltje en dan ga ik ermee aan de slag. En ik heb ook natuurlijk een paar dubbele exemplaren had ik gekocht. Dus heb ik er twee van. En dat biedt de mogelijkheid om verschillende exemplaren met elkaar te vergelijken. En dat levert interessante vondsten op. Ik ben iemand die doorgaans moeilijke beslissingen kan nemen en erg kan twijfelen over beslissingen. En als je dan twee exemplaren van dezelfde Fantastic Four comic hebt, waarvan je dus moet beslissen welke van de twee mag blijven, heb ik het soms best lastig. Maar er zijn een paar dingen me opgevallen aan dubbele comics die ik toch even met je wil delen, aan je wil delen. Kijk, hier zien we een rare vlek, maar die heeft de ander ook. Dus ik heb ontdekt dat als er bijvoorbeeld vlekken zijn door het transporteren van het papier bij de drukkerij, dan zie je dat in beide comics zie je dat terug. Ik ga je zo meteen nog een voorbeeld ervan geven. Maar ik zie dat deze een beetje anders in elkaar is gezet. Je ziet duidelijk bij deze spread dat hier het niet helemaal goed aansluit. En deze wel. Dus deze krijgt dan sowieso mijn voorkeur. Het gekke is alleen dat deze ziet er dan weer netter uit aan de ene kant ten opzichte van deze. Deze heeft iets meer averij opgelopen, deze comic. En dat zie je hier onder andere. Maar ook hier. Dat de achterkant is een klein beetje beschadigd. Maar hier is fanmail. Ziet er netter uit dan deze. Deze is, ik weet niet of je het kan zien op de camera, maar deze heeft wat gele vlekjes en dergelijke. Nou, je kunt het wel zien. En als je dan kijkt naar dit soort dingen, dat bedoel ik, transportvlekjes en zo, die zijn praktisch hetzelfde in beide comics. Dat vind ik frappant, want ik dacht altijd, het is een beetje de luck of the draw wat je koopt, hè, bij comics. De ene is netter dan de ander in elkaar gezet. En soms heb je nu eenmaal gewoon van die streepjes. Maar over het algemeen, op een paar uitzonderingen na, hebben ze allebei dezelfde vlekjes en dat soort dingen. Dat vind ik wel grappig. Maar deze is wat krommer ook. Zoals je kunt zien. Deze valt een beetje, gaat niet helemaal lekker. En dat heeft deze niet. Dus ondanks dat hij wat beschadigd is, heb ik toch de neiging om deze eerder te bewaren dan die ander. Maar het blijven lastige keuzes. Je kijkt ook natuurlijk naar hoe het papier verkleurd is bij de ene ten opzichte van de ander. En het is een beetje jammer om ze allemaal helemaal goed door te bladeren, maar dat doe ik toch voordat ze de kast in gaan. Want je ziet af en toe prachtig artwork en je denkt van, oh, dit wil ik gewoon lezen, jongens. Dit wil ik gewoon lezen. Maar ja, kijk, hier heb je ook weer wat vlekjes. Nummer 23. Pak ik die er ook nog even bij. Bij zijn tweelingbroertje. En dan zie je eigenlijk, ik hoop dat je het kan zien, dat de vlekjes en zo zijn nagenoeg hetzelfde. Soms zijn ze iets dikker bij de ene dan bij de ander. Maar het scheelt niet heel erg veel. Dus dat is iets wat ik dan ook weer geleerd heb door het bestuderen van de dubbele comics die ik laatst heb gekocht. Nou, mooie, mooie beelden. En dat is ook wel weer leerzaam, vind ik, als verzamelaar. Dat je denkt van, oké, het maakt dus niet echt uit welke je ooit uit het vak hebt gehaald. Toen je ze kocht. Want ze zijn nagenoeg hetzelfde, behalve dan bij dit soort dingetjes. Dus dat ga ik nog wel even verder onderzoeken. Maar ik voel me net een comic detective inmiddels. Met al die dubbele comics die ik heb te beoordelen. En het is al een flinke klus eigenlijk normaal gesproken om, om comics, als je ze een hele stapel hebt gekocht, om ze allemaal even door te nemen voordat ze de kast ingaan. Maar nu ik met dubbele exemplaren te maken heb, is het helemaal een enorme klus. Maar zo tussendoor even vloggen erover maakt het dan wel weer leuk. Kijk, dit is bladzijde 48, 49 van de 1. En dan zie je weer een beetje streepjes. Ja,
Dat heeft die ander ook. Zie je? Dus dat is wel grappig. Ik ben wel benieuwd of jou dat is opgevallen. Zelfs dit soort rode streepjes. Je denkt van, wat de F is dat? Geen idee. Maar die zitten er dus gewoon in. Dat is gewoon misgegaan bij het drukken. Ja, het blijven toch pulpblaadjes, jongens. Comics. Dat is ook wel weer grappig. Vind ik. Anyway. Ik ben wel benieuwd welke van de twee jij dan zou uitkiezen om uiteindelijk te bewaren. En ik denk dat ik toch voor deze ga. Gewoon ook omdat die wat rechter is. Maar ik ben een beetje in twijfel komt. Misschien bewaar ik ze wel allebei. Dat zou ook zomaar kunnen. Maar ik ben wel benieuwd welke van de twee jij jouw voorkeur geniet. Anyway, ik ga weer verder met het doornemen van de comics. Want ik heb nog heel wat te gaan. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen op naar een volgende.